We gaan weer naar de muziek, dames en heren. Andere muziek dan dat koor dat u net heeft gehoord. Hier staan heren van de band Only Entertainment. Goedenavond. Goedenavond. Jullie staan hier niet zomaar. Jullie hebben een wedstrijd gewonnen. Ongekend talent bij de NCRV op internet. En een van de opdrachten was een kerstliedje spelen. Dat klopt. Hadden jullie dat wel eens vaker gedaan, Dave? Dat hebben we nog nooit gedaan. Nee, dat was echt een verrassing. We hadden zoiets van, ja, ik kwam er toevallig voorbij surfen. En ik dacht van, nou, dat gaan we doen. Ja. Leuk, lachen. En jullie gaan nu een kerstnummer spelen? Ja, van André Hazes, Eenzame Kerst. Oeh, ja, ik weet het. Eenzame Kerst. Ik heb de bladen niet helemaal gevolgd, maar ik geloof dat André een eenzame kerst heeft, hè? Ja, een beetje wel, had ik ook begrepen. Ja. Ja, arme man. Maar... En de muziek die jullie spelen, past dat bij kerstliedjes? Niet echt, want wij spelen punkrock en dat is vrij harde muziek. Dus, punkrock? Punkrock. Oké. Ik zou zeggen, zet u het gehoorapparaat even een paar tandjes achter, want hier is Only Entertainment, Eenzame Kerst. We zitten nu al een kerstlijst te vieren, de straf die ik verdiend heb ze niet uit. Ik stouw voor ons gezin, maar dat had toch geen zin, want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien kan ik mijn kinderen nog wat grijpen, we grijpen naar het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied, een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel mij zo alleen. Waar moet ik straks toch heen? In de verte hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen, kerstwijs te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stel voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Ja, het vuurt nu kerstwijs met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? Voor ons naar het diepste van mijn hart. Een lied zo vol met smaak. Was dat de snik of niet? Hè? De snik? Ja, ik kan niet zien. Daar hebben we de snik en dan vind ik het goed. Moet die snik erin blijven. Dat vind ik mooi. Dat is de snik van de Mali Dodricus, van Charles en Zavoers, van de straatzangers. Nee, dat vind ik ook wel mooi. En als ik dan één keer zo zing zonder die snik, dan vind ik dat zonde. Dank u. Only Entertainment en hun uitvoering van Eenzame Kerst. Sterkte, André. Goed, wij zijn bijna aan het einde van dit speciale kerstprogramma bij de NCRV.